onze economie blijft lekker groeien. En dat komt voor een belangrijk deel omdat we meer uitgeven. Dat is in ieder geval de voorspelling van het Centraal Planbureau. Volgend jaar groeit de economie zelfs iets harder dan het CPB in maart nog dacht. Roland Koopman op de beurs. Hoe hard gaat het, Roland? Nou, dit jaar groeien we uiteindelijk met 1,8%, zo is de prognose. Volgend jaar gaan we groeien met 2,1%. Het scheelt maar tienden, maar als je naar die cijfers kijkt, dan zie je toch wel interessante verschuivingen. Want? Nou, onder andere, je ziet dat de wereldhandel behoorlijk aantrekt. En dan vooral de handel met Europa en met de Verenigde Staten. Dat is voor ons gunstig, want wij doen daar veel zaken mee. Verder zie je dat de overheid behoorlijk wat minder gaat uitgeven dan eerder werd gedacht. En dan komt hier de consument. Met de meeste van ons gaat het best wel goed, want de meeste lonen die stijgen iets harder dan gedacht. Iets harder dan de inflatie zelfs. En dat is gunstig, want dan kun je meer kopen. Die inflatie die blijft laag, waardoor producten minder snel duurder worden. De koopkracht voor de huishoudens die trekt behoorlijk aan, zo'n 2,6%. En dat leidt er allemaal toe dat we dus meer kunnen uitgeven. En dat gaan we ook doen. Met name volgend jaar zullen die consumentenbestedingen gaan groeien. Ja, wordt, en dat is weer goed voor de economie. 2017 een jubeljaar? Nou, er zijn wel wat relativeringen te plaatsen hier. Om te beginnen weten we natuurlijk dat de voorspellingen van het CPB nooit uitkomen. De economie voorzien, voor ramen, zoals dat zo mooi heet, is nog lastiger dan het weer, zullen we maar zeggen. Het geeft een indicatie aan. Maar het CPB komt zelf ook met een aantal risico's die ze noemen. Onder andere de financiële kwakkelende situatie in Zuid-Europa en sommige landen, met name Italië. Mogelijke Brexit, wat dat dan weer voor consequenties heeft voor financiële markten, die zoals je weet nogal manisch depressief kunnen reageren. En zo zijn er nog wat risico's, onder andere het onzekere rentebeleid in Amerika. Ja. Dus dat kan die groei nog wel een beetje bedreigen. Dat is altijd al wat natuurlijk, hè? Het gaat om tienden, dus dat is er ook zo weer af. Ja. Hey, hoe ging het bij jou achter die hele gekke lijn zie ik achter je staan? Wat is er nou, over keer, manisch, depressief gesproken. We begonnen manisch en we eindigen in een depressie. Ja, er kwam vanmiddag het banenrapport uit Amerika. Dat cijfer waar iedereen dan naar kijkt. Dat cijfer dat viel ongelooflijk tegen, kan ik je wel verklappen. Er was al een matige groei verwacht. Het werd een hele kleine groei. 38.000 banen voor de hele Amerikaanse economie bij elkaar de afgelopen maand. Dat is niet zoveel. Ja, daar wordt iedereen goed chagrijnig van. Maar dan roept iedereen toch altijd, ja, dat is even eenmalig een dipje of zo. Ja, we kunnen niet naar het weer kijken. Dat roepen we maandagochtend weer, Peter. Oh, oké. Okay. Oh, dat is pas maandagochtend. Ja. En we zijn geëindigd deze week op? Op, even spieken, 4,45. Ja, ja, dat is het. Het is niet anders. Nee. Oké, dankjewel Ronald Koopman. U weet, maandagochtend gaan we hebben over dat banencijfer.